Oké, laten we laatste show. In Austin dan. Ja. Fuck. Ah ja, kijk, ja, daar komen we inderdaad dan net de bus uit en dan weer... We zijn er niet in de show. Geen idee. Maar dit was inderdaad de Dutch Impact show. Hoeveel mensen waren daar? Het was gratis bier, dus er stonden meer mensen achter. Ja, dat had ik ook gelezen, dat er gratis bier was en dat er heel veel mensen kwamen en zodra het bier op was... Er waren heel veel mensen weg, dat klopt ja. Ja, oh, hij is al afgelopen. Ja. Nee, ja, dat klopt, dat was heel apart, maar ja, dat zal wel weer Nederland zijn of zo. Maar ja, je hield je stem het? Ja, hij hield wel oké. Ja. Ja, hier hadden we helemaal een korte set, toen moesten we 20 minuten spelen. 20 minuutjes speelden we daar, ja. Nou, elke band speelde daar 20 minuutjes. En wie waren er voor jullie? Go Back to the Zoo, Laura Jansen, The Black Atlantic speelde voor ons. Ja. En dan de staat na jullie? Ja, de staat na ons en dan was het klaar. Ja. Ja. En toen, dat was nog overdag ook, toch? Laatste middag of zo? Ja, ja, begin de avond. Wij speelden om 7:30 of zo. Ja. Ja. En daarna teruggaan om te proberen Trail of Dead te pakken, maar dat mislukte? Het mislukte helaas. En hoe hebben jullie dat, wat was de pleister op de wond dan? Wat hebben jullie daarna gedaan? Ja, jullie zijn lekker gaan eten. Oh, ja. Ja, ik ben toen met Job, Tim en Rocco van de Staat zijn we bij Guerrero's gaan eten. En dat was echt heel hilarisch. Wat dan? Ja, een beetje gewoon in-crowd grapjes. Het is helemaal niet grappig als ik het vertel, maar het was heel leuk. Ja, en ik ben een beetje over die Main Street gaan lopen, want ik kwam een beetje gaan checken en zo. Ja, want dat heb ik al vaak gedaan. Weet je, als je even niks te doen hebt of zo, dan ga je daar gewoon rondlopen en je komt altijd wel iets stofs tegen. Ik ben daar dan bijvoorbeeld ook op straat weer een band tegengekomen die dan helemaal te gek is, weet je. En dat is echt wel heel tof. En heb je dat al gecheckt nu? Dat heb ik dan, want ik vroeg aan hun ook of ze nog speelden, maar ze deden nog een show op straat na een optreden of zo. Dus dan, maar weet je, je kent ze wel weer, je gaat op internet luisteren en zo. Ja. Welke band was dat? Hoe heet het nou? Ja, dat ben ik alweer vergeten. Tenminste, ik weet, nee, wacht. De Hongkong Blood Opera was het. Goeie naam, sowieso. Ja, precies. Dat is wel heel tof. Toen zijn jullie volgens mij daarna naar Chicago nog gevlogen, toch? Yes. Ja, klopt. Dat was al meteen de dag daarna, of zijn je nog blijven hangen? De dag na die twee shows hadden we nog een dagje Austin. Ja, want de staat had nog een dag om te spelen. De staat moest nog één show spelen, maar die dag erna zijn we inderdaad naar Chicago. Zijn we eerst naar Houston gereden en toen zijn we van Houston naar Chicago vliegtuig gepakt. En toen met een busje naar La Crosse gereden, waar we het eerste optreden deden. Precies. Maar het leuke daarvan was, zeg maar, zoals je op die video's ook kan zien, dat was echt bizar warm. Echt 30, 35 graden iedere dag. En je zweet je echt kapot. En dan ga je, zeg maar, het gingen we vliegen naar Chicago en wat hij al zegt naar La Crosse rijden. En toen op een gegeven moment zaten we in Minneapolis en daar was het dan in één keer -12. En het begon keihard te sneeuwen. En dat was echt... Gewoon 40 graden verschil. Ja, dat was echt bizar. Ja, wel leuk ook om mee te maken, maar heel raar. Hadden jullie daar je koffers wel opgepakt? Ja, want we hadden echt alles bij. Dat is een beetje vervelend dat de koffers zo volgepropt waren. Maar die Chicago-show, was de staat ook toen in Chicago? Ja, we hebben alle shows samen staan. Ja, in het noorden hebben we inderdaad alles samen gedaan. Ja. Oké. Want hoeveel shows hebben jullie gespeeld? Drie. Ja. Dus Chicago, Minneapolis en La Crosse. Oké, en van deze trip? Welke optreden vinden jullie zelf het beste? Minneapolis. Ja, die was echt wel het beste. Ja. Minneapolis, ja. Het was sowieso First Street Entry is echt gewoon een legendarische tent. Zeg maar Paradiso van Minneapolis. Ja, zeker. En als je dan aankomt, dan zie je echt allemaal grijze sterren op de muur met alle namen die daar ooit hebben gestaan. Dan zie je de Ramones, de Pixies, Iggy Pop, alles zie je daar gewoon. En als je dan binnenkomt, ziet het gewoon echt uit als een doorleefde punktent. Ja. En dat is gewoon zo kick, jongen. En op die avond is er ook iets heel, iets heel legendarisch gebeurd. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord, maar tijdens het optreden sprong ik op een speaker. Maar er hing nog ook een speaker boven mij en we hadden heel veel tegenlicht, dus die speaker daarboven zag ik niet. Dus terwijl ik sprong, knalde ik keihard mijn hoofd tegen die speaker die daarboven hing. En op een gegeven moment begon ik echt enorm hevig te bloeden en ik had die avond ook nog eens een wit blouseje aan. Yeah. Dus je zag echt alles en een half uur na gewoon doorspelen. Dat was ook echt midden in de set inderdaad. Gewoon de set afmaken en een half uur na het optreden ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar heb ik vervolgens allemaal nietjes in mijn hoofd gekregen. Serieus? Ja. Heb je nog last van gehad daarna? Nee, niet echt. Ja, het was wel behoorlijk kut. Maar aan de andere kant ook weer heel vet. Zijn er beelden van? Ja, er zijn beelden van. Het is alleen het moment zelf zie je niet zo. Je ziet zeg maar wel dat hij ergens tegenaan springt. Maar het, ja, dat zie je wel. Ja, ja precies. Ja, dat zie je wel. Maar het is, daarna is er niet meer gefilmd of zo. Want iedereen die was een beetje van, oh kut, we moeten doen, weet je wel. En we moeten een beetje een... Er zijn ook hele vette foto's van. Ja, dat zeker. Absoluut. Nou, stuur maar door. Ja, zeker. Doen we. Nu, vanavond, Paradiso, de albumpresentatie. Nu begint het in Nederland dan? Ja, ja een soort van nieuw begin inderdaad. Gisteren stond dan in Rotterdam. En ja, dat was echt helemaal te gek en vanavond gaan we dat gewoon weer opnieuw doen. Ja, heel veel zin in. Het wordt een heel mooi optreden met hele speciale versies en ja, we hebben super veel zin in. Wat een leven. Ja, ja. Zeker. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Dankjewel.